Het gaat goed met de verkoop van motorscooters. Volgens de Rijvereniging van Gemotoriseerde Tweewielers is met name een nieuwkomer erg populair. Eentje met drie wielen. Het is mooi weer en dan willen motorrijders graag de weg op. Dat kan in motorkleding of gewoon in je pak als je aan het werk bent. Vaak zitten die mensen op een motorscooter. En die heb je niet alleen met twee, maar ook met drie wielen. Het ziet er merkwaardig uit, maar daar zitten kopers niet mee. Als we kijken naar de ontwikkeling van de motorscooter op dit moment in de motorfietsmarkt, dat de groei naar motorfietsen per jaar flink aan het stijgen is. Hoe komt dat? Mensen willen snel en vlot naar het werk, minder tijd verliezen door stilstand in files, makkelijk een aantal stukken bagage meenemen en met een motorscooter kan ook. De motorscooter, niet te verwarren met de snorscooter rechts, is er ook al voor mensen die helemaal geen motorrijbewijs hebben. Ik heb alleen mijn autorijbewijs en nu zit ik met helm op een motorscooter zonder motorkleding en het mag allemaal. Een motorscooter voor de automobilist. Wat vindt hij ervan? Ik denk als je graag buiten bent en je wil lekker toeren, is het wel een alternatief voor een auto. Maar ja, ik denk toch als het regent dan wordt het minder, maar goed. Je zou denken dat een gewone motorscooter voor motorrijders al een aparte tak van sport is. Laat staan de motorscooter op drie wielen. Ja, ik heb zelf een motorrijbewijs. Ik vind dat natuurlijk nog steeds wel leuker. Maar stel dat ik niet meer op de nu zou kunnen motorrijden om wat voor reden dan ook, dan zou ik dit wel aanprijzen, ja.